Voor de maand september is er een tekort van ruim 400 SRD miljoen op de overheidsbegroting. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen aan tijdens een persconferentie. Het onderwerp was crisisbeheersing. De tekorten variëren per maand tussen de 200 en 400 miljoen SRD en soms hoger. Het verschil van tekorten op maandbasis heeft volgens de president ook te maken met de staatsschuld gekoppeld aan een rente die op maandbasis betaald moet worden. Santokhi zegt dat dit verschil niet altijd gelijk zichtbaar is. Hiermee wil het staatshoofd benadrukken dat de inkomsten niet genoeg zijn om de uitgaven te dekken. We vaak praten over die 550 miljoen US dollar lening en die afbetaling daarvan en die rentebetaling daarvan, of die 125 miljoen Afubakadam lening en die renteafbetaling daarvan. Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere leningen die we ook moeten aflossen op maandbasis. En die worden dan ook meegenomen in de analyse van de tekorten op maandbasis. Dus hiermee hebben we duidelijk gezegd namelijk dat onze inkomsten niet genoeg zijn om die uitgaven te dekken. En als we praten over de inkomsten, dan ga ik het nog een keer herhalen, want tot nog toe zie ik dat het nog onvoldoende doordrongen is in de samenleving. Onze inkomsten uit de meest belangrijke sectoren, die hebben wij niet. We hebben geen inkomsten uit Nieuwmond. We hebben geen inkomsten uit staatsolie. We hebben geen inkomsten uit IM Gold. Allemaal zijn verpand. Allemaal zijn gesedeerd. De gelden gaan naar andere bedrijven en instituten of naar het buitenland. Ze komen niet in de staatskas. Minister Armand Achai-Beshin van Financiën haalde aan dat de regering nu bezig is een crisisbeleid uit te voeren. De maatregelen die worden aangekondigd hebben dus volgens hem te maken met het beheersen van de crisis. Hiervoor heeft de regering 9 maanden uitgetrokken. Volgens zoals het regeerprogramma zegt, gaan we naar een stabilisatie- en groeifase toe. Maar uiteraard, daar waar we groei kunnen inzetten, gaan we niet wachten. Dus dat gebeurt ook. Crisisbeheersing op dit moment houdt in dat we dat gat dat geslagen is in al die jaren in de financiële huishouding van de staat, dat we dat gat bezig zijn te dichten. De president heeft aangegeven dat het gat elke maand ligt tussen 200 en hij heeft 400 miljoen genoemd, maar het is 400 zoveel miljoen. Dicht bij de 500 miljoen soms. En dat bestaat uit de overheidsuitgaven die we moeten betalen, zoals salarissen, pensioenen, AOV, essentiële diensten, maar ook subsidies. Minister Armand Achai-Beshin van Financiën tijdens de persconferentie Crisisbeheersing. Deze persconferentie is vanmorgen gehouden in de congreshal.